Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Goedemiddag dames en heren. Dit is Karakter, het programma op Radio Stoomvaste over politiek en maatschappij. We gaan praten met Maggie Verrier. Mijn naam is Stuart Kenshuis en Maggie Verrier die is de kleindochter van de eerste president van Suriname. Dag Maggie. Hallo Stuart. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, welkom in Karakter, het programma Karakter. Mooi dat je even met ons wil praten. Maggie, we gaan praten over jouw immigratie toen de tijd, begin jaren 80 en je eerste politieke indrukken van dit land. Maar laten we gaan beginnen met die eerste dag dat je in Nederland aankwam. Kan je die nog herinneren? Weet je nog welke dag dat was? Ja. Dat was in september en dat was, dacht ik, in 1979. En mijn allereerste indruk was toen ik buiten Schiphol kwam, dat ik zoveel auto's zag en zoveel wegen voor ik op plaats van bestemming was. Dat imponeerde mij bijzonder. Ja, maar zoveel auto's zag. Ik bedoel, had je in Suriname nog niet zoveel auto's gezien dan? Nee, niet zoveel, niet zoveel. En het wegennet, die vertakkingen allemaal. Ik vond dat ontzettend fascinerend. Ja. En ik ben ook heel erg snel veel verdwaald geweest. Het wegennet bracht me in de war. Ja, maar even terug naar die eerste dag. Want het was een dag in september, zei je dat dan? Ja, het was in september. Weet je nog welke dag precies in september? Ik dacht dat het de 18e september was. Maar ik weet het niet zeker meer. Dus je kwam aan op 18 september 1979? Ja. En dat was op Schiphol? Op Schiphol, met het vliegtuig. Okay. En ik ben met het vliegtuig gekomen natuurlijk. En toen kwam ik op Schiphol aan en dat was ook bijzonder imposant. Bijna een heel dorp en zoveel mensen. En door wie werd je afgehaald die dag? Door familie. Okay, dus je werd door familie opgehaald en weet je ook nog wat voor weer het was? Hoe was het weer? Was het een men vond het mooi weer hier, maar ik had het koud. Het was in september, dus het was dan een beetje herfstig. En wel zon, maar ik had het wel koud. Ja, en hoeveel graden dat was, dat weet je niet meer. Een graad of 16. Een graad of 16, maar dat vond je heel erg koud. Ik vond dat heel erg koud, ja. Oké. Ja. Ik moet erom lachen, want dat is inderdaad voor iemand die net uit de tropen komt, kan dat heel erg koud zijn. Zelfs 18 tot 20 graden kan voor iemand uit de tropen heel erg koud zijn, toch? Ja, zeker. Maar daar heb ik ook een mooie anekdote over in Suriname met 24 graden. Ja? Dat ik op vakantie was en ik zit lekker buiten en mijn vader die komt omheen met een windjack aan uit zijn slaapkamer van. En hij zegt, ik heet eigenlijk Margaret. Margaret, doe die shutters dicht en doe die deur dicht. Het is koud, het is guur. Ik zeg, pa, het is 24 graden. Nee, ik heb het guur. Dus het is maar net waar je gewend aan bent. Ja. Wie was jouw vader overigens? Want ik heb je aangekondigd als een van de, althans de oudste kleindochter van de eerste president van Suriname, Johan Verrier. En ik weet dat je uit een bijzondere familie komt, maar wie was jouw vader precies? Hoeveelste kind was hij van die grote man van Suriname? Hij was het derde kind. We hadden eerst Helen, de oudste, daarna kwam Derek. En daarna kwam mijn vader, Robin. En dan, ik ben altijd in de war met mijn tante Cynthia en mijn oom Stan. En dus die twee, en dan krijg je oom Leo en dan krijg je Joan en dan krijg je Kathleen. Ja, want Joan en Kathleen, dat zijn eigenlijk de twee meest bekende hier in Nederland van de Verriers. Kathleen die heeft voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten, geloof ik. Klopt. En Joan die was meer maatschappelijk bezig, maar die heeft volgens mij ook nog een boek geschreven, een bijzonder boek, over immigratie in allochtonen, meen ik, in de jaren 70. Maar die is er niet meer, hè? Helaas. Oké. Terug naar jouw verhaal van die immigratie.
Want wat was de reden dat je naar Nederland kwam? Ik bedoel, kan je me daar iets meer over vertellen? Ja, er waren meerdere redenen. Ik was natuurlijk een vrije, ik was jong en ik wilde eigenlijk ook mijn grenzen verruimen buiten Suriname. En dan geef je jezelf allerlei redenen waarom je dat moet gaan doen. Voordat ik hier naartoe kwam, heb ik 3 jaar in Albina gewerkt als onderwijzeres. En ja, ik wilde toch wat anders. Ik wilde heel graag eigenlijk diep in mijn hart journalistiek gaan studeren. Oh ja? En, ik wilde schrijven. Maar daar zijn gelukkig andere familieleden veel beter mee behept, zou ik zeggen. Dan ik. En maar ja, weet je, je leven krijgt dan een, eigenlijk, je bent ook zoekende naar je eigen identiteit. En dingen die je hebt voorgenomen, die veranderen. Ik leerde mijn partner kennen, mijn toenmalige partner. Daar heb ik een prachtige zoon mee gekregen. En het leven gaat dan toch een beetje anders dan je had gepland. Ja, dus dat er was wel een van de redenen waarom ik hier naartoe kwam. Voor een partner? Voor je partner? Nee. Omdat ik graag iets anders wilde gaan doen. Ik wilde mijn grenzen verruimen. En ik wilde onder andere journalistiek gaan studeren. Dat is er niet van gekomen. Oké, maar ja. Hoe was jouw leven dan in Suriname? Want hoe kan je zeggen dat je daar een goed leven had? Hoe moet ik dat zien? Ik had een geweldig leven in Suriname. Ik had niets te klagen. En gelukkig ben ik daar. Dat vind ik een bevoorrecht iets. Dat wij niet het zo moeilijk hebben als mensen het nu hebben, bijvoorbeeld. En daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor. En ik heb een vrij gelukkig leven gehad in Suriname. Ja, maar dan toch die drang om te gaan emigreren. Dat mijn grenzen verruimen. Ik ben een nieuwsgierig mens. Ik wil weten, wat is er meer in de wereld dan alleen Suriname? Ja, dus uit jouw woorden haal ik dat er niet echt een economische reden was om te gaan emigreren, maar meer puur vanuit de geest. Het willen verleggen van je grenzen, jezelf willen ontwikkelen. Mag ik het zo zien? Precies. Ja, ik denk dat het hele de juiste bewoording is. Oké, en is dat in het begin al meteen gelukt? Heb je je doelen weten te bereiken vanaf het begin? Hoe is het gegaan? Dat is even terug hoor. Hoe is dat gegaan? In het begin, dat is mijn ervaring. Als je komt in een ander land, waarvan je... Kijk, ik kwam nog in de tijd van dat er hier nog verzuiling was. En met verzuiling bedoel je dat er voor verschillende religieën, bijvoorbeeld katholieken... Ik bedoel vooral maatschappelijk had je ook verzuiling, hè? Waar ik achter moest komen, bijvoorbeeld. Je had hier een keuzelegio uit kranten. Ja. Je had de Telegraaf, je had de Volkskrant, je had het AD, weet ik veel. Maar om daar je weg in te vinden van... Het is iets heel individueels, hoor, wat ik vertel. Wat hoort bij wat? En waar hoor ik bij? Was dat iets wat je vanaf het begin van bewust was? Van wat hoort bij wat, waar hoor ik bij? Hoe? Nou, daar zit ik wel eens over te denken. Van ik denk, ja, als je heel jong bent, dan ben je nog niet zo heel erg met je eigen individu bezig. Je bent aan het kijken, waar hoor ik bij? Naarmate je ouder wordt, is het helemaal niet zo belangrijk om ergens bij te horen. Want dan ben je zelf een individu. Maar je moet jezelf vormen. En hoe doe je dat? Dat moet je gaan onderzoeken. Dan ga je onderzoeken in de verschillende politieke stromingen. De politieke kleuren die er allemaal zijn. Waar hoor ik bij? Het is een zoektocht geweest voor mij. Ja, we komen straks even over die politieke ontwikkeling. Want dat is ook
iets wat bij, wat bij dit programma hoort. Maar toch ben ik heel erg benieuwd naar hoe je bent opgegroeid. Want je hebt me ooit eens verteld, lang geleden, ja, toen ik voor de krant schreef. Ja, ja, ja. Heb je me verteld over hoe je bij je opa op bezoek ging bij, in het paleis. Dat grote witte paleis waar, ja, later... Kan je dat nog een keer vertellen, dat verhaal? Want dat vond ik wel grappig om te horen. Het was eigenlijk helemaal niet gepast. Hoe bedoel je, het is niet gepast? Nou ja, dat je dat zomaar deed, maar dat, ja, daar was ik me helemaal niet zo erg van bewust. Ja, wat was dat? Kan je dat even vertellen? Want de luisteraars weten niet waar we het over hebben. Ja, ik heb je meerdere anekdoten, maar welke bedoel je dat ik gewoon naar het paleis was gegaan? Ja, dat je als kind naar het paleis ging en daar, ja, aan die wachters, hoe noem je die wachters, die beveiligers, moest zeggen van ja, ik ben het kleinkind van mijn opa, zoiets. Ja, ik wil hem even spreken. Kan je dat nog een keer in je eigen woorden vertellen, alsjeblieft? Ik weet alleen de reden niet meer waarom dat was. Misschien een slecht rapport of zo. Of je wilde dat gewoon bij je opa zijn, direct, toch? Ja, nee, ja, ik ging heel vaak naar mijn grootvader toe. Heel vaak is ook weer een heel... Maar ik ging wel eens naar hem toe. Als ik met hem dingen wilde bespreken die ik het eerst moeilijk vond om met mijn vader te bespreken. Dan ging ik naar mijn grootvader. En dan vertelde ik wat me dwars zat. En dan kreeg ik altijd heel wijs advies. Maar werd je zomaar toegelaten tot de president? Ik bedoel, die man die had toch beveiligers om zich heen? Ja, maar dan belden ze even naar boven. En dan zeiden ze van, die staat voor de deur. En dan zei die, laat hem maar doorkomen. Ja, dus die beveiligers die beveiligers keken niet meer zo raar op als jij aan de deur... zo vaak gebeurde het dan ook weer niet. Maar er zijn toch wel een paar voor mij serieuze momenten geweest dat ik dacht, nee, ik wil nu even met mijn grootvader spreken. Kan je een van die serieuze momenten herinneren, voor de geest halen? Waar ging het over? En mogen wij daarvan, mogen wij dat van je horen? Als het niet al te intiem is, althans. Ja, het was wel heel privé. Dat was wel heel privé. Ja, oké. Okay. Maar je had in ieder geval een goed gesprek met hem. Je kon goed met hem praten. Ja. Was het iemand die je veel advies gaf? Als je hem vroeg, dan gaf hij advies. Maar mijn grootvader heb ik niet gezien. Die mensen ongevraagd van adviezen dient. Dat hij dat ongevraagd... als je het hem vraagt, dan geeft hij advies. Ja. En het mooiste was wel dat hij je eigenlijk altijd bij je eigen verstand bracht. Wat zei je? Sorry, ik heb je niet goed verstaan. Het mooiste ervan is dat hij eigenlijk een advies niet van wat je moet doen. Maar het was juist heel pedagogisch. Hij liet je nadenken wat je moet doen. Dus eigenlijk deed je het zelf. Maar hij stuurde je die kant op dat je zelf op het antwoord kwam. Ja, want... ik bedoel, in Suriname stond je ook al bekend als de oudste kleindochter van president Ferrier. Had je daar voordeel van of last van? Hoe moet ik dat zien? Ik denk dat je er voordeel van had zelf, maar goed, misschien haal ik mijn dingen in mijn hoofd die er niet waren. Nou, iedereen wist wel dat wij kleinkinderen van mijn grootvader waren, maar of ze nou precies wisten dat ik de oudste was of zo, dat... Heb je er voordeel van? Nou, eigenlijk alleen maar nadeel, want je moest altijd rekening houden. Toch wel dat je grootvader een speciale plek, persoon was in Suriname. En ja, je doet toch je best om iemand niet in discrediet te brengen. Dus je moest je altijd als een net meisje gedragen? Ja. En het lukte niet altijd, maar ik heb mijn best gedaan. Oké, okay. Je bent niet het zwarte schaap van de familie geworden. Nou, niet dat ik dat weet, maar misschien is dat zo, ik denk het niet. Wij houden allemaal van elkaar. Ja, mooi, mooi. Ja. Maar even terug naar die eerste periode, die eerste immigratie. Want je vertelde dat je in Suriname les hebt gegeven. Wat ben je hier gaan doen in Nederland? Wat heb je opgepakt? Wel, ik ben als eerste heb ik opgepakt om een geschikte woonruimte natuurlijk te vinden. En, was dat moeilijk? Ja, dat was wel moeilijk. Ja, ik heb op kamers gewoond in Delft, de studentenstad. En ik ging steeds naar een betere kamer. En dat is toch wel een paar keer gebeurd. En tot mijn ex-partner en ik samen zijn gaan wonen. Maar daarvoor heb ik toch wel heel vaak moeten verhuizen in Delft.
Ja, want je hebt het nu over een ex-partner en we komen daar zo nog even op. Maar de eerste periode kende je hem natuurlijk nog niet. En Nee. ik wilde die periode even met jou wat uitdiepen, want je ging van kamer naar kamer. Maar wat ben je uiteindelijk geworden? Wat ben je gaan doen? Ik ben alles gaan doen behalve wat ik me had voorgenomen. En dat is, ik ben gaan werken. En niet direct als lerares, want toen ik in Nederland kwam, was er een overschot aan leraren. Kan je je niet voorstellen. Nee. Nee, het was echt een overschot aan leraren. Dus ik ben in het ziekenhuis in Delft gaan werken. Als Eerst bij. verpleegster? Als verpleegster Nee, misschien? nee, 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 nee hoor. Administratief bij de planning van de OK's en zo en afspraken daar. Oké. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. Best wel heel erg lang eigenlijk. En toen was er opeens weer een tekort aan leraren in Nederland. En het ziekenhuis waar ik werkte had een mega reorganisatie achter de rug. En ik dacht, nou, het is tijd dat ik hier eens ga. Daar heb ik toen, ik denk toch wel 15 jaar gewerkt. En toen ben ik gaan solliciteren in het onderwijs. En toen ben ik weer in het onderwijs terechtgekomen in Nederland. Wat heb je gedaan? Je bent docent geweest? Nee, nee hoor, lagere school. Basis. Leerkracht. Oké, Basisschool. juffrouw Ja. noemt men dat, Ja, geloof juf. ik. Of, ja, Ja. oké, okay, dus je Ja, hebt. zo noemen de kinderen mij. Ja. Ja, dus je hebt lesgegeven op een basisschool. Oké, en was dat iets wat je leuk vond? Hoe Ja, heb je het ervaren? geweldig. Geweldig. Ik ben dol op lesgeven. En het was heel leuk. Mijn eerste school in Nederland was in de Schilderswijk in Den Haag. In de Schilderswijk? Ja, bij de Prinsenhagen. Ja, sommige mensen zouden zeggen dat dat een van de moeilijkste. Ja, ik heb daar heerlijk gewerkt. Ja, en welke school was dat? De Prinsenhagen, zei je? De Prinsenhagen, ja, in Den Haag. Waar zitten die ook alweer? Op de Prinsengracht. Oh ja, die bestaat volgens mij nog steeds, Ja, die die school. bestaat nog steeds. Een hele oude school en het bestaat nog steeds. Ja, oké, maar Ja. dat is centrum eigenlijk meer, hè? Ja. Dat is Ja, niet. precies op het hoekje. Weet je, wij hadden heel veel kinderen uit Schilderswijk op school. En het was om de hoek. Ja, en daar heb je een lange tijd les gegeven. Nee, 3 jaar. 3 jaar. En 3 jaar. En toen ben ik naar Pijnakker gegaan. En oké. toen heb ik maar ik woonde in Delft hoor. En toen heb ik in Pijnakker een jaar of 18 les gegeven. Oké, maar je hebt al die tijd ben je in Delft blijven wonen, begrijp ik uit je Ja, woorden? ja, ja. Oké. Als je terugkijkt op die periode, van sinds je immigratie, wat vond je zo bijzonder aan dat emigreren? Ik bedoel, was er iets heel erg vreemd of iets heel erg leuk in vergelijking met Suriname? Hoe kijk je daarnaar? Of misschien naar die beginperiode en je zegt van, joh, ja, dat was best wel raar wat ik toen heb meegemaakt. Heb je iets waarmee je ons kan verblijden misschien? Wat best wel. Nou, ik kan alleen maar vertellen wat ik zelf echt een beetje. Kijk, ik vertelde dat ik in september kwam. Nou, in dat jaar is in november een van de ergste winters uitgebroken in Nederland. Het is echt verschrikkelijk. Mijn lippen sprongen open op straat van de kou. Je hebt het over winter 1979. Ja, een vreselijke winter. Het heeft tot april lag er ijs op straat. Voordat dat gedooid was. Meen je nou? Ja, het was echt heel erg. Ik weet op de markt, op het Marktplein in Delft, daar was zo'n dikke ijslaag gewoon op de markt zelf, dat mensen daar gewoon konden schaatsen. De dooi viel maar niet in of het ging dooien. En daarna weer sneeuwstormen, alles. Ja, Ik was diep onder de indruk. ik probeer me dat voor de geest te halen zelf, maar ik was toen zo jong dat ik me dat totaal niet kan herinneren, gek genoeg. Ik had een hint dat ik oud ben of zo. Nee hoor, maar winter 1979. Ik heb altijd gehoord over de winter van 1962. Ik heb ook een oude Surinaamse meneer, Frank Creton, een tijdje geleden gesproken. En, Ja. 1962, sorry. En die is in 1962 hier gekomen en die had het over de ergste winter van Nederland. Zo staat het ook in annalen in de geschiedenis. Maar Ja. van 1979 kan ik me niet zoveel ja, voor de geest halen. Maar in jouw beleving was het een Dat is hele strenge winter. verschrikkelijk. Ja,
Ja. Ik liep een keer naar mijn werk en het was zo verschrikkelijk glad op straat. En ik ben toen op een putje terechtgekomen midden op de straat. En ik heb een half uur op dat putje gestaan voordat ik er weer af durfde te komen. Serieus? Iemand heeft mij een paraplu toegestoken. Dat ik me zo via die paraplu naar de overkant kon trekken. Want het was aan het sneeuwstormen, of hoe zat het? Nee, het was gewoon spek en spek en spek glad. Oh, dus er was ijzel waarschijnlijk. Het was echt, heel Nederland stond onder ijs. Ja, dus dat was een moeilijke periode, wat het weer betreft. Dat heb ik ook meegemaakt. Maar hoe zit dat nu met de winter? Is dat iets waar je nu al gewend bent of verlang je nog steeds terug naar die mooie, warme periode in Suriname? Daar verlang ik altijd naar terug. Het verlangen naar Suriname zal er altijd blijven zijn. Ben je er vaak terug geweest? Eigenlijk sinds mijn vader. Nog één keer in 19... Kijk hoor. Wanneer was ik er nou? Lang geleden. 2017 of zoiets. Dat was de enige keer? De laatste keer dat ik ben geweest. Oh, de laatste keer. Okay. Ja. Wat dat verlangen betreft naar Suriname, dat gaat gewoon niet weg. Nee, nooit. Nee, ik hou van het land. Ik hou van, ik heb het even los van de politieke situaties. Dat is niet waar ik naar verlang. Ik verlang naar Suriname en de prachtige natuur. De binnenlanden, het water, de bossen, de geur als je het vliegveld oploopt, dan ruik je gedroogde vis en kruidnagelen en mango en gerookt hout in de verte. Die lucht alleen al. Dat mis ik. Ja, want je hebt nog familie in Suriname, toch? Jawel, mijn moeder woont er nog. En mijn broer woont er met zijn gezin. En twee lieve tantes wonen er nog. Ik heb nog best wel veel familie, ja. Ja, want hoe zit dat, als je dat niet wil beantwoorden, dan hoeft dat niet hoor. Maar hoe zit dat met die tante, of ik neem aan dat het een tante was, die onlangs minister was tot 2 jaar geleden in het kabinet van Bouters. Hoe zit dat precies? Familieband bedoel ik. De familiebanden, die zijn... Goed, ik denk dat mijn familie politiek en familie gescheiden houdt. En ik denk dat ook het allerbeste is wat je kan doen. Want die meneer die gevangen zit, die zoon van die tante, dat is natuurlijk ook familie van jou. Is dat een neef? Hoe moet ik dat zien? Een achterneef dus. Ja, achterneef. Maar dat houden jullie gescheiden? Jullie praten daar als familie? Het gaat over politiek natuurlijk, praten jullie daar wat minder over. Moet ik dat zo uit je woorden... Ja, ik denk dat dat de juiste is. Kijk, iemand is meer dan alleen een stukje politiek. Iemand is ook een vader, een moeder, een nicht, een neef. En met die stukjes maak je contact. Ja, uiteraard. Dus om de familieband goed te houden, toch? Ja, niet. Ik denk dat dat ook het beste is om een familieband goed te houden. Ja, we zijn zo langzamerhand een beetje terechtgekomen in die politieke sfeer als het gaat om dat immigratieverhaal. Maar nu terug naar jou als persoon, want over je familie praten, ja, dat kan misschien soms gevoelig liggen, dat begrijp ik. Maar als het over jou persoonlijk gaat, wanneer is die politieke ontwikkeling bij jou echt begonnen? Ik bedoel, was je in Suriname al politiek bewust? Wist je totaal wat je niet, opa deed? Totaal niet, nee. Nou ja, ik wist dat hij een hele belangrijke meneer was, een hele belangrijke man. Maar hij was bovenal een grootvader. En ik heb hem eigenlijk altijd op die manier benaderd. En ik heb hem nooit benaderd om de functie die hij had, maar omdat hij mijn grootvader was. Ja, maar... Als het om jezelf gaat, was je ooit bij een politieke beweging in Suriname? Welke partij hangde je aan? Hoe zat dat met jouw politieke ontwikkeling? Waar dacht jij aan? Ja, ik was helemaal niet politiek bezig in Suriname. Ook niet in jeugdbewegingen of zo?
Nee, ik was wel met het NIC involved en met gedichten schrijven en Sorry, Maggie, ik heb dat eerste niet verstaan. Je was wel met het wat, involved? In... Met Nationaal Instituut Kunst en Cultuur. Die deden dingen zoals bewegingsleer en toneel en zang en cabaret, zoiets. Wel met een politiek tintje. Daar deed ik wel eens aan mee. Ja, want er was ook... Ik was... Ja. Er was daar ooit een cabaret van... ik ben zijn naam even gegeven, meneer John was het niet. Henk John, correct. En die had een bepaald cabaretprogramma gemaakt met betrekking tot Suriname, toch? Nee, daar was ik niet bij hoor. Nee. Daar was je niet bij betrokken. Nee. Zo, dit waren amateurs. En waar jij het over hebt is professioneel. Oké, dus wat betreft je politieke ontwikkeling, je bewustzijn, et cetera. Nou ja, goed, dat was er bijna niet. Dat is wat ik eruit haal. Nee, ik was echt daar helemaal... Ik was heel erg met muziek bezig en allerlei andere dingen behalve politiek. Ik was daar, denk ik, te jong voor. Ja, want ik moet even een sprong maken naar wat ik nu van je weet. Want als ik soms dingen van jou op Facebook zie bijvoorbeeld, dan denk ik van, joh, die dame heeft zich altijd wel met politiek bezig gehouden. Ja, nee, ik ben wel wat, ik heb een best wel een, ik hou van mensen. Alleen daarom al, ik ben geïnteresseerd hoe dingen ontstaan, waarom het ontstaat. En tenminste, als ik dat kan achterhalen. Waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben zelf erg geïnteresseerd in allerlei culturen. Heb ook een radioprogramma hier in Delft gehad. Welk radioprogramma? Jambalaya heette dat. Welk station? Dat was een Radio Delft. Oh. Lang geleden hoor, way back. En praat ik over, begin 1990 zoiets. Maar wat deed je dan tijdens dat programma? Was je presentator? Hoe zat dat? Presentator en de muziek. En vertellen over de muziek. Was een programma, het ging over wereldmuziek. Dus ik ben op die manier in aanraking gekomen met prachtige Arabische muziek. Mooie muziek uit Afrika. Echt all over the world. En dat was voor mij... de muziek die heeft bij mij een iets losgemaakt wat ook weer maatschappelijk terug te vinden is. Dat hoort bij dat. En hoe moet ik dat nou uitleggen? Doe een poging. Ik ga even, voor mij, hè, ik praat dus het is heel persoonlijk. De muziek die heeft mijn interesse in politiek eigenlijk verdiept. Omdat je in culturen ging verdiepen. Waar de instrumenten vandaan kwamen. Wat ze te betekenen te hadden. Waardoor je de cultuur van zo'n land, toch van zo'n volk, toch een klein beetje snapt. En dat je dan ook snapt als deze mensen met dit leven in Europa in contact komen. Dan gaan er dingen verkeerd. Er is geen begrip. Nu raak je toch wel erg geïnteresseerd. Want over welk instrument heb je dat dan? Welke muziek, type muziek? En welk volk heb je het dan over precies? Nou, ik heb bijvoorbeeld erg veel bewondering voor de kora muziek. Kan je dat even herhalen? Kora. De kora muziek. En wat is dat? Kora. Kora is een instrument. Dat komt voor in Mali, Senegal. En het was het instrument van de griotten. En zij liepen van dorp naar dorp om boodschappen rond te brengen. Met begeleiding van zo'n kora. Maar het is, het is eigenlijk de voorloper van de harp. Hij hangt om je buik. Het is een ontzettend grote kalebas en er zijn eigenlijk snaren aangespannen. En het is een heel bijzonder instrument. Het is een jarenlange traditie. Van het leren bespelen van het instrument. Ja, dus... Jarenlang. En dan, het is klassieke muziek vanuit Mali en Senegal. En dan merk je dat die muziek eigenlijk nooit onder de aandacht wordt gebracht. Niet hoe die mensen leven. Ik vind dat een gebrek.
in het muzikale aanbod. Ja, dus daar heb jij ook geprobeerd iets aan te doen door als presentator op Radio Delft die muziek wat aandacht te geven. Ja. En denk je dat het gelukt is? Ik bedoel, is er meer aandacht voor gekomen? Hoor je daar iets over van het publiek? Hoe is dat gegaan toen? Nou, toen we nog bestonden, werd er regelmatig gebeld. En de burgemeester van toen, ik ben even zijn naam kwijt, die belde regelmatig op, want die was helemaal verzot op de Didgeridoo-muziek. Oh, oké. Dan vroeg hij of we dat nog een keer wilden draaien. Oh, oké, dat is grappig. Nou, dus je had een bijzondere fan eigenlijk, hè? Ja. Oké, maar nu even terug naar jouw politieke ontwikkeling. Want in Suriname, je vertelde me, nou ja, dat was het bijna niet. Je wist wel dat je opa bijvoorbeeld wat deed. Maar hoe zat het met je eigen vader en met je moeder? Waren zij politiek betrokken? Wat wist je daarvan? Nou, mijn vader die was best wel met politiek bezig. Want we stoorden hem altijd, want is het altijd naar de politieke radioprogramma's te luisteren. En hij was zelf ook lid van de NPS, dacht ik. En, maar wij zijn thuis niet politiek aangestuurd door onze ouders. Je bedoelt daarmee? Nou, dat wij nooit opgelegd hebben gekregen waar we op moesten stemmen of zoiets. Ja. Dat was best wel vrij. Ja, dus de familie Varier die stemde op verschillende partijen, denk ik dan. Als ze niet aan het denk ik wel, ja. Ik heb eigenlijk gezegd nooit aan mijn familie gevraagd waar ze op gestemd hebben. Jullie hebben het daar gewoon niet over? Nee. Oh, nou dat... Nou, ik althans niet hoor. Ik nee. Ja, oké. Maar wist je wat die functie van je opa inhield? Je wist dat hij president was, dat hij zich met politiek bezighield. Maar had je daar een soort besef van? Of was het gewoon je opa? Voor de rest, ja. Nou kijk, ik wist natuurlijk wel dat hij echt wel een bijzondere man was. Maar dat bleef het bij, op persoonlijk. Ja, eigenlijk nu hij er niet meer is en ook veel meer mensen met mij over hem praten en ik ook wel met familie over hem praten, alleen maar om hem te herinneren. Dan hoor je weer, oh dat heeft hij ook gedaan en het is voor mij niet bij te houden. Dus eigenlijk ben je, pas later in zijn leven gaan verdiepen. Begrijp ik dat goed? Ja, mijn partner die heeft zich daarin verdiept en die kwam mij dingen vertellen die ik echt niet wist. Ja, want het is nu de tweede of derde keer dat je het over je partner hebt. Dus ik ga toch even vragen van, want je bent later met je partner getrouwd, neem ik aan. Een meneer die je hier in Nederland hebt ontmoet of kende je hem al? Nee, ik heb hem hier ontmoet. Oké, en je bent getrouwd en je hebt een gezin gesticht, begrijp ik dat goed? Ik heb één zoon. Oké, dus dat is uit die relatie voortgekomen. Ja. Oké. Dan die politieke ontwikkeling in Nederland. Want was je hier in Nederland dan op een of andere manier politiek gaan ontwikkelen, bewust geworden? Hoe is dat gegaan? Want kan je daar iets over vertellen? Ik weet de allereerste keer dat ik mij bewust werd van bepaalde stromingen, zeg maar. Dat was toen hier in Delft, in het koetsiertje, een Turkse man, die had toen 6 of 8 mensen doodgeschoten. Ja, dat was, begin jaren 80. Ja, die Turkse meneer, die heeft daarvoor levenslang gekregen. Ik geloof dat hij... Het ook een apart verhaal weer te zijn, in verband met gratie, las ik toevallig. Ja, hij is op dit moment... heeft hij een aantal gratieverzoeken heeft hij lopen en uiteindelijk heeft hij via de rechter afgedwongen gekregen dat zijn straf, dat hij eigenlijk vrij man is. Dat proces gigantisch fout gegaan te zijn. Ja. Wat hij heeft gedaan is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb ook begrepen dat het onder invloed van een psychose was. Maar dat is niet eens de issue, maar wel toen het gebeurde. Toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen hier in Delft via pamfletten
en mensen die zich onder andere mensen gingen voegen. En dat was de Centrumpartij. Ja, dus Na die schietpartij dat café, het koetsiertje in Delft, waarbij ik geloof minimaal 6 mensen zijn gedood, aan de hand van die Turkse meneer, toen kwam de Centrumpartij ineens opzetten in Delft met pamfletten, et cetera. En wat deed dat met je? Want de inhoud, ik neem aan dat het ging om de inhoud van die pamfletten. Wat stond erin en wat deed dat met je? Nou, het stond iets in van, weet je, dat ik niet eens meer letterlijk weet wat er stond. Maar het had wel, mensen die hier niet hoorden, die moesten weer weg. En, ja, ze moesten oprotten. Ze moesten oprotten en Nederland weer blank en Nederland weer wit. En dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En vooral omdat ik toen best wel verbonden was aan de Franti. Toen zat ik in het bestuur de eerste keer. Sorry, Surinaamse Antilliaanse vereniging Franti in Delft. Voor de helderheid en voor de luisteraars, kan je die naam nog een keer zeggen alsjeblieft? De vereniging bestaat niet meer, maar toen had je de vereniging Sranti. Sranti, oké. En dat was? Sranang Antiano, samengetrokken. En dat was een studentenorganisatie, vereniging. Voor Surinaamse studenten die hier toen aan de TU studeerden. En een hele leuke vereniging was het toen. En jij hield je daarmee bezig of je was lid daarvan? Ja, daar was ik lid. Kan je nog een paar leden herinneren of misschien leden die later iets bijzonders in de maatschappij zijn geworden? Ik ken wel een paar bekende Surinamers. Roy Silos. Roy Silos? Die is nu in Suriname bezig met een geweldig mooi project. Ronnie Blufband. Ronnie Blufband, oké. Okay. Ja, Albert Mahangi. Albert Mahangi, oké. Okay. Mopurgo, ik weet even helemaal de namen, daar heb ik niet zo. In ieder geval, die mensen zijn respectabele mensen in de maatschappij geworden. Laten we daar even op. Ja, zeker. Maar terug naar naar dat pamflet van de Centrumpartij. Dat triggerde iets bij jou. Na die moord, de Centrumpartij, dat was toen de tijd van Jan Maat, geloof ik. Die is nu overleden natuurlijk. En dat deed iets met jou. Wat gebeurde er precies met jou, in jouw geest? Wat gebeurde er precies? Ik raakte een bepaalde onbevangenheid kwijt die ik had. Ik had toch nog wel idee toen in Nederland, toen ik aankwam. Dat hij toch wel heel vrij veel kon en dat het ook een heel tolerant land was. Dat idee had ik. En dat en, was... Ja, en dat kwam toen al een klein beetje naar voren dat dat dus niet zo was. Bij dat gebeuren van dat koetsiertje. Maar later, toen eenmaal meneer Pim Fortuyn aan de macht kwam, in de populariteit kwam, en dat de moraal van je kan wel alles denken, maar je kan niet alles zeggen. Dat ineens voorbij was, dat tijdperk. Ja. Alles moest gezegd worden. Ja. Onder vrijheid van meningsuiting. Ja, je slaat nu een periode over, want de periode van het koetsiertje en dat van Pim Fortuyn, dat zit toch minimaal 20 jaar tussen. Ja, er gebeurt ook heel veel in die tussentijd. Ook persoonlijk met je, maar ik weet niet hoe ik mij op de een of andere manier opeens politiek bewust ben gaan gedragen of gaan. Nou, we kunnen dat even onderzoeken, want ik heb een paar vragen. Doe, alsjeblieft. Ik vind dat moeilijk om zo heel diep in mijn herinneringen te duiken. Ja, natuurlijk. Maar werd je bijvoorbeeld lid van een politieke partij of van een politieke beweging als gevolg van dat wat er gebeurd was in het koetsiertje? Hoe zat dat? Nee, ik ben... Nee. Later ben ik wel lid van een partij geworden, maar toen nog niet. Maar weet je, ik deed toen op dat moment ook wat je ook politiek vormt. Ik gaf les aan ongeletterden, vrijwillig.
En dat waren vrouwen die in die tijd, nog dan zitten we nu begin 80 zeg maar, die met hun man weer mee waren gekomen en in het Westland in abominabele leefomstandigheden leefden met elkaar om te werken in de kassen. En ja, ik gaf die vrouwen dan, probeerde ik ze les te geven of een beetje wegwijs te maken met woorden, zodat ze naar de winkel konden gaan en dat. Maar daar zie je al een bepaalde ongelijkheid en een bepaald iets wat in mijzelf zegt, dit is niet goed, dit klopt niet. Ja, ik denk dat het. Maar ging je dan anders stemmen? Hoe moet ik daar vormen? Ja. Ik ging steeds linkser stemmen eigenlijk. Je ging steeds linkser stemmen, oké. Okay. Ja. En toen je Nederland binnenkwam, waar stemde je toen op? Wat was jouw keuze, je politieke keuze? Toen PvdA. En is dat later steeds extremer links geworden? Of hoe is dat? Hoe zit dat? Ja, daarna was het toen even de PSP. Daarna is dat GroenLinks geworden. Spek, geloof ik. Wat zeg je? PSP van der Spek toen de tijd, geloof ik. Heette die politieke leider van de PSP? Van der Spek. Ja, de partijleider toen de tijd. In de jaren 80, meen ik. Ja, tot de jaren 90. Ben je dat weer vergeten? Dat ben ik echt vergeten. Oké. Okay. Maar later dan GroenLinks, zei je? GroenLinks. Ja. En waarom? Omdat ik die toch wel het meest humaan vond. Ja. Het meest, de mensenrechten, het milieu natuurlijk ook. Maar vooral, ik kwam in hun partij, ja, het sprak me persoonlijk aan. Ja, dat was je het meest, ja. dat raakte je het meeste. Ja, het raakte me het meeste, ja. Ja. Opgegaan met migranten toen in die tijd, meer dan dat ik het nu van ze zie. Ja. Maar dus moet ik hieruit halen dat je eigenlijk nu een beetje bent afgedwaald van die partijen? Want... Ja, ik ben een beetje teleurgesteld geraakt. En of ik heb misschien te grote verwachtingen, dat kan ook. Maar er komen ook weer allemaal nieuwe partijen op. Dus die waarvan ik vind dat die het ook heel goed doen. En dat die ook een samenleving willen waar iedereen gelijk is aan elkaar. Ja. Ik zal het straks met je over die nieuwe partij hebben, maar was jij ook zoals de meeste van de Surinamers, wat ik me vaagjes kan herinneren in die periode, was jij ook zo weg van Den Uyl en de PvdA? Of was dat niet? ik bedoel de partijleider, Den Uyl, van de PvdA toen de tijd. Viel dat wel mee? Nee, ik was naar voor Den Uyl. Ja. Wat zeg je? Ik vond het een sympathieke man. Ik vond hem, wat ik toen wist, zeg maar, stond hij toch wel dicht. Laat me zeggen, wat ik toen wist, zoals ik toen naar dingen keek, was dat op dat moment wel voor mij de partij waarop ik stemde. Ja, en dan, dan vanwege Den Uyl, of was het meer vanwege de bredere politieke visie van de PvdA? Dat linkse, het opkomen voor minderheden, et cetera? Ja, nou, dat ging niet om Den Uyl alleen natuurlijk. Nee, ik stemde niet op Den Uyl om Den Uyl, om het programma van de Partij van de Arbeid. Nou, veel mensen die stemden op Den Uyl vanwege Den Uyl, hoor. Die waren wel helemaal weg van hem, hoor. Oh, oké. Okay. Je kan dan zeggen. Maar jij niet begrijpt. Ik denk dat je altijd moet kijken naar wat een partij te zeggen heeft. En dat je niet op één persoon stemt. De partij is niet die ene persoon alleen natuurlijk. Nou, dat is ook zo. En wat dat betreft ben je een Surinaamse die nadenkt over de inhoud van een partij. Maar wat mijn indruk is van Surinamers in Suriname tot de dag van vandaag, is dat ze veelal stemmen op partijen vanwege personen. Op Desi Bouterse bijvoorbeeld. Ja. Of ja, op, en dat wij dan echt denken, dan die persoon die gaat mij helpen als ik op hem stem.
Ja, en ja. Ik weet niet of dat zo werkt, maar goed, dat is wel mijn indruk die ik heb van, van het politieke veld in bijvoorbeeld in Suriname. Maar ook hier denken mensen, Surinaamse mensen althans, van die persoon die vind ik leuk, dus ik stem daarop. En de inhoud, ja. Rutte die heeft ons door de coronacrisis geleid, dus hij zal de rest ook wel goed doen, dus stemmen we op Rutte. Nou, of op Sylvana Simons bijvoorbeeld. Men kijkt verder niet naar de inhoud. Men stemt gewoon op Sylvana Simons. Dat is mijn idee altijd. Ik vind dat best wel gek, hoor. Ja, nee, ik wil wel altijd weten wat een partij te bieden heeft. En met de Europese verkiezingen dan zie je ook... als je hier aan een touwtje van een partij trekt... in welk touwtje in de Europese Unie ook omhoog gaat. Ja. En dan zie je ook verbanden waarvan je denkt van... hey, zijn ze daarmee bezig? Want bij de laatste verkiezingen mag ik vragen naar jouw politieke stem. Hoe heb je gestemd? Of je mag weigeren om daar antwoord op te geven, hoor. Maar ik stel toch even de vraag. Ik heb deze keer toch nog op GroenLinks gestemd. En waarom? Wat is er zo bijzonder aan GroenLinks? Nou, het is een partij die zich ontzettend hard maakt voor op dit moment het milieu. Dat vind ik, en ook voor het onderwijs en ook voor het onderwijstekort en de zorg. Ik denk dat dat toch wel voor mij een reden is om op GroenLinks te stemmen. Zou zo'n partij als GroenLinks, zou dat een aanwinst zijn voor de politieke situatie in Suriname, als ze ooit in Suriname zouden zijn opgericht, zo'n partij? Dan word je stil van, GroenLinks. Ik word er stil van, ja. Ik denk dat GroenLinks, niet GroenLinks, maar een partij die zich bekommert om het milieu. En als die in Suriname aan de weg zou timmeren. Het wordt tijd dat zoiets gebeurt. Ja, want zo'n partij, ik probeer me voor de geest te halen, maar die is er niet in Suriname. En als ik soms zie naar veel dingen die in Suriname gebeuren... het milieu, dat interesseert ze verder niet zoveel, is mijn indruk. Weet je wat, ik denk dat er in Suriname echt ontzettend veel informatie en gewoon informatie aan het volk, aan de mensen over bepaalde dingen. Een goede voorlichting over corona. En niet in al te gewichtige taal. Gewoon spreek de taal van zodat iedereen je kan begrijpen. Zo moeilijk is dat toch niet? Ja, doe het in hun eigen taal desnoods. Dat ze in ieder geval weten wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. En waar ze naartoe moeten gaan. Ja, dat je zou denken dat wellicht zou helpen. Dat weet ik niet. Maar je zegt dus dat zo'n partij als GroenLinks, nou ja, dat zou wel een aanwinst zijn voor Suriname. Dat zie je wel. Ik denk het wel, ja. Maar dan zal er toch wel eerst, voordat zo'n partij voeten aan de grond zijn, bij de mensen een bewustzijn moeten ontstaan. Dat het milieu en de natuur zo verschrikkelijk belangrijk is. Volg je de politieke situatie in Suriname op dit moment? Ik poog het te volgen, maar het is af en toe voor mij zo ingewikkeld, omdat ik het hier ook al wil volgen en ook in andere landen wil volgen wat er aan de hand is. Ik begrijp het bepaalde dingen niet meer. Wat begrijp je niet meer? Ik begrijp het niet meer. In de eerste plaats, we hebben nu een tijdje een nieuwe president. Ja, meneer Santokki sinds vorig jaar, juli geloof ik, 2020. Juli, precies, dus hij zit nu net nog een jaar. Nou, 10 maanden ongeveer. Juist, en die man die kan het natuurlijk niet in 10 maanden rechtbreien, wat jarenlang verkeerd is gegaan. En ik snap ook dat het volk het water aan de lippen staat. Maar wie nou met wie op een akkoordje heeft gegooid of wat... allemaal nog uitgezocht moet worden en de miljoenen schulden die erachter zijn gelaten. Waar moet je beginnen?
Ja, dat is een goede vraag. Waar moet je beginnen? Begin je bij het onderwijs? Begin je bij de politie? Er mag ook heel veel gebeuren bij het politieapparaat. Als ik begrijp, zijn nu ook mensen politie die niet eens de vierde klas lagere school hebben doorlopen. Dan denk ik van, ja, waar moet je beginnen? Moet je eerst beginnen je economie weer op peil te brengen? Maar ja, daar heb je geschoolde mensen voor nodig. Ja, maar denk je dat meneer of president Shantoki dat hij meer tijd nodig heeft? Is dat wat je probeert te zeggen? Ik denk het wel, ja. Ik ben er wel sowieso... hij moet het vertrouwen van de mensen winnen. Ik bedoel, mensen zijn zo lang onder druk gezet en in hun vertrouwen in de politiek beschaamd. En in de samenleving en misschien ook in de mens zelf. Dat moet helemaal opgebouwd worden. Ja, maar denk je dat het vertrouwen teruggewonnen kan worden als er allerlei benoemingen plaatsvinden onder familie, vrienden, noem het maar, ja. Die dichtbij, ja, die mensen, ik weet niet of je daarmee het vertrouwen wint, hoor. Ik denk het ook niet. Kijk, als er nou nog onderbouwingen ergens voor waren, dat men onderbouwt waarom, maar die is er ook niet, dus wij moeten overal naar gissen waarom die mensen aangenomen zijn. Wat doet dat met je, als je ziet hoe de toestand in Suriname is? Doet het pijn? Wat doet het met je emotie als je daarnaar kijkt en als je de dingen leest en hoort over Suriname? Nou, ik heb periodes gehad dat ik me echt heel erg kwaad heb gemaakt. En ik ben nu nog ook best wel kwaad. Maar ja, wat schiet je ermee op om kwaad te zijn? Het is verschrikkelijk. Dat het land zo geplunderd is en de rijkdom nu in de zakken van een paar mensen zitten. En dat het volk crepeert. Daar kan ik echt kwaad om worden. Dus dat vind je dat, wel. Ja, dat is wel ja, iets ja, om triestig ja, trieste ja, over te ja, worden. Daar ja, ben kwaad. Ik echt triest. En dat zie je onder je ogen gebeuren en je kan er niks aan doen. Ja. Moeten we hulp gaan bieden, Maggie? Ik bedoel, wij als... Surinaamse Nederlanders of Nederlandse Surinamers, hoe ze ons ook willen noemen. Hoe moeten we dit ondersteunen, dat proces van verandering in Suriname? Heb je daar een idee over? Dan wil ik als eerste toch wel zeggen van... je hebt natuurlijk ook de Johan Ferrier Stichting. De Johan Ferrier Stichting, wat is dat? Ja, dat is een stichting die zich bezighoudt met onderwijsprojecten en culturele projecten in Suriname. Ja, en, opgericht nou, door? Wat zeg je? Opgericht door? Ik dacht door Kathleen. Oh, de dochter van... Ja. En in ieder geval, dat fonds, dat doet geweldige dingen in Suriname. Tenminste, geweldige dingen, dingen die noodzakelijk zijn. En dat is geweldig dat dat kan, doordat mensen het doneren. Maar er zijn nog meer stichtingen, geloof ik, die... bezig zijn met diaspora hulp. Ja, maar even terug naar die Johan Ferrier Stichting, want wie is daar de voorzitter van? Is dat je tante, Kathleen? Ik weet niet of zij de voorzitter is. Ik ken bestuurlijk niet erg veel van de stichting. Oké, goed. Ik kan het opzoeken en wat informatie daarover opvragen. Maar wie weet moeten we daar een uitzendingje aan wijden in de toekomst. Oh. En met Kathleen zelf praten. Precies, dat lijkt mij een heel goed idee. Ja? Oké. Ja. Je politieke visie over Suriname en Nederland. Nou ja, goed, dat is redelijk helder. Je emigratie is helder. Als je terugkijkt op alles wat er is gebeurd in je leven. Want je bent op je 24e, was het niet? Of was je jonger? Ja. Ben je geëmigreerd vanuit Suriname naar Nederland? Als je terugkijkt. Ja. Op dat leven en hoe je jezelf hebt ontwikkeld van meisje tot vrouw. Je hebt hier een kind gekregen, gezin gesticht, gewerkt als lerares, basisschoollerares. Hoe kijk je daarop terug? Kijk je daarop terug met voldoening? Wat zeg je? Wat geef je daarover? Ik heb wel voldoening. Ik ben voldoening om wat ik geworden ben en wie ik geworden ben. En door mijn lieve familie om me heen. Hè, dat iedereen die heeft impact op je
je wordt gevormd door je omgeving. En mijn grootste omgeving is toch in Suriname, was mijn familie. En hier ben ik me verder gaan ontwikkelen met al die input die ik van mijn familie heb. Van mijn vader, van mijn ooms, van mijn tante, van mijn grootvader, nichten en neven. En dan merk je toch wel dat je uit een fijne familie komt en een fijne jeugd hebt gehad. En daar kijk ik met heel veel voldoening op terug. En hier denk ik dat iedereen die hier is gekomen en hier een nieuw leven op moest bouwen, toch wel behoorlijke momenten van heimwee heeft gekend. Terug naar het warme Suriname. Maar ondertussen ook weten, ja, op een gegeven moment sla je vleugels uit en gaat je leven verder. Ja, die emigratie naar Nederland, dat was gewoon een juiste keuze. Mag ik dat concluderen? Nou, of naar Nederland de juiste keuze was, dat weet ik niet. Want ik heb het niet in een ander land geprobeerd. Je kan alleen over Nederland oordelen, maar ik bedoel... Precies, ja? Precies. Ja, dat is een goede keuze, want het heeft me toch gemaakt tot wie ik nu ben. Oké, dankjewel Maggie. Ja. Daarmee gaan we besluiten. Het heeft je gemaakt tot wie je nu bent. Je spreekt met Stuart Kenshuis op Radio Stamvaste. En ik vond het geweldig met je om met je te praten over je immigratie en je eerste politieke indrukken van dit land en van je politieke ontwikkeling vanuit Suriname. Dankjewel. Dankjewel, Stuart. We gaan afsluiten. Dit was Karakter, dames en heren. En we gaan terug naar Sorona Paramarera met Lobby Day. Je luistert naar Stamvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stamvasteradio.nl.